Whalen, de vent van Bibi Breiman, is vanwege erectieproblemen vreemd gegaan en daar maakt zij nu, ruim een jaar later, een heel mediacircus van. Er zijn liedjes, gedichten, er komt een boek. De centrale boodschap, dat het zo pijnlijk is dat iedereen op de hoogte was van zo'n intiem deel uit haar privéleven. Het voelde zo naakt. Het nieuws van Whalens vreemdgaan werd vorig jaar zomer niet door Yvonne Koldewijer bekendgemaakt. Ze wist het wel, maar wilde Bibi sparen vanwege hun vriendschappelijke relatie en haar zwangerschap. Toen het eenmaal op straat lag, heeft Yvonne alle deurt over Walen alsnog naar buiten gebracht. Daar was Bibi eerst blij mee, daarna niet meer. Door die hele nasleep moest Bibi hoogzwanger aan de medicatie, vertelt ze in het AD. Ik was niet verslaafd aan oxazepammetjes, maar ik gebruikte ze wel af en toe. Om weer kalm te worden. Want ik wilde ook gewoon af en toe moeder kunnen zijn, in het openbaar, met mijn kind. Dat heb ik nu gelukkig niet meer nodig. Nu heeft ze die angst losgelaten, maar toen had ze die angst wel, al dus bibi. Hier voor de deur stonden buurtbewoners vorig jaar gewoon in de bosjes te wachten, hè? We konden op elk moment worden gefotografeerd. Ik kreeg daar echt angst en paniekbuien van. Ik begon mezelf te verdoven. Waarom zaten die buurtbewoners dan in de bosjes? Of waren het spionnen van Yvonne? Of misschien Edwin Smulders met hulptroepen? Of lag er helemaal niemand in de bosjes en gebruikt ze dat nu om haar carrière van de grond te krijgen? Vragen, vragen, vragen. Wat vindt Yvonne nou van wat Bibi allemaal uitkraamt? Ze schrijft een gedicht of een boekje met gedichten. Dat gaat over toen ze bevallen was en dat de haters op der bedrand zaten. Meid, je mist de essentie. Er loopt iemand in je huis. Jij woont bij iemand in huis die jou verraden heeft. Waarom gaat het daar niet over? Waarom gaat je liedje daar niet over? Bibi is in deze kwestie 180 graden gedraaid, verklapt Yvonne in haar podcast The Juice Show. Na die juice heeft ze mij nog dagenlang gebeld. Uren nog gebeld, want ik moest alle details doorsturen die ik wist. En toen zei ik tegen die meid: 'Ik zeg, dit is verschrikkelijk.' Zegt ze, hoe kan ik ooit nog naast hem liggen? Yvonne was toen juist de genuanceerde partij, vertelt ze. Toen zei ik tegen haar: Nou, je hebt er wel kinderen mee. Misschien als het nog ooit goed komt, zou ik dat wel begrijpen, want je hebt een gezin. Nee hoor, zegt ze: Die kan ik eigenlijk nooit meer aankijken. Ik zeg: Ja, dat moet je zelf maar weten. En toen. Nadat Bellen is ze opeens doorgegaan met haar leven, heeft ze hem na twee dagen vergeven. Maakte ze een domme post op Insta dat hij gekke sokken aan had en was het daarmee vergeven. En toen heb ik een video gemaakt van: Sorry, maar is dit niet een beetje snel? Dat vind ik eigenlijk: je moet die gozer laten kruipen.